Hallo, vorige keer hebben we het gehad over weerstand, geleidbaarheid en de wet van Ohm. We gaan nu weer verder en we kijken naar diverse weerstanden in één en dezelfde schakeling. Nou, vooruit, we beginnen eerst met één weerstand. En met één weerstand is het op zich redelijk eenvoudig, want de stroomsterkte gaat er doorheen en that's it. Maar, nu eens twee weerstanden. Wat gebeurt er met de stroomsterkte met twee weerstanden die naast elkaar zijn, parallel? Parallel is naast elkaar. Wel, de stroomsterkte die van links erin gaat, die heeft nu een extra pad gekregen waarlangs hij kan. Dat betekent dus dat hij makkelijker er langs kan. Dus betekent dat de geleidbaarheid bij een parallelschakeling altijd groter wordt dan bij een enkel. Dus schakel je een weerstand parallel bij aan, dan wordt de geleidbaarheid altijd groter en natuurlijk wordt dan de weerstand altijd kleiner, want geleidbaarheid en weerstand waren tegengesteld, weet je nog? Goed, we hebben twee weerstanden, één van 30 ohm en één van 20 ohm, parallel. En die worden geschakeld op een spanningsbron van 6 volt. Die 6 volt die staat, ik heb het hier aangegeven met rood, maar die 6 volt staat dus ook rechtstreeks op de weerstand van 30 ohm, over de weerstand van 30 ohm. Dus over de weerstand van 30 ohm staat ook gewoon 6 volt. En dat geldt natuurlijk ook voor de weerstand van 20 ohm, want 20 ohm staat ook rechtstreeks in verbinding met beide polen van de spanningsbron. Dus ook daar staat 6 volt. De spanning wordt dus niet verdeeld, maar in parallelle schakeling is de spanning overal gelijk. Maar nu kunnen we ook naar de stroomsterkte kijken. Kijk. Door de bovenste weerstand gaat een stroom en door de onderste gaat een stroom. En die kunnen we berekenen. Immers, de wet van Ohm zegt dat de stroomsterkte spanning gedeeld door de weerstand is. Dat houdt in dat door de bovenste weerstand heen gaat 6 gedeeld 30 is 0,2 ampère. En door de onderste weerstand gaat 6 gedeeld 20 is 0,3 ampère. We gaan nu eventjes een korte blik werpen op dit stukje van de schakeling. Kijk, hier hebben we het stukje schakeling. En dit stukje, dat noemen we een knooppunt van draden. Ja, een knooppunt van draden. En daar gaat een stroom heen en er gaan twee stromen uit. En nu is het zo dat in een knooppunt altijd de totale stroom heen gelijk moet zijn aan de totale stroom weg. Er kan niet zomaar iets bijkomen of zomaar weggaan zonder dat je weet waar het heen gaat. En die totale stroom weg, dat zijn hier I1 en I2. En die zijn samen een half ampère. En de stroom heen, dat is hier I3. Oftewel I3, die moet ook een half ampère zijn. Dit is op zich heel logisch. Maar het is wel een hele belangrijke wet. En we noemen dat de stroomwet van Kirchhoff. En je moet eventjes een beetje naar de notatie kijken. Dat is een speciaal notatie. Dit is een sommatieteken. En die zegt van, hey, ga alle stroomsterktes bij elkaar optellen. En I is dan hier dus 1, 2 en 3. En als je alles optelt, moet het 0 worden. Je zult zeggen van, hey, 0. Als je dit alles optelt, kom je dan op 0 terecht. Nou, dat is wel zo, want als je dus alle stroomsterktes optelt, moet je ermee opletten dat de stroomsterkte die er naartoe gaat, die wordt positief genoemd, dus I3. En de stroomsterkte die weggaat, is negatief. Dus we gaan dan voor de I1 niet 0,2 opschrijven, maar min 0,2, omdat die weggaat. En I2 wordt dus min 0,3, omdat die ook weggaat. En dan hou je dus automatisch over dat I3, omdat samen 0 moet zijn, moet I3 dus 0,5 ampère zijn. Positief, het gaat er naartoe.
Oké. Hier is weer even het totale plaatje. 0,2 ampère en 0,3 ampère. En dus krijgen we een totale stroomsterkte. En die is dan I1 plus I2, kortweg gesproken zo. En dat is dus dan een halve ampère. Kortom, bij parallel is de spanning dus gelijk. Die wordt niet verdeeld. De stroomsterkte, die wordt wel verdeeld. En was zo dat de stroomwet van Kirchhoff hier zich doet laten gelden. De batterij 6 volt, de stroomsterkte een half ampère en in plaats van 2 weerstanden wil ik nu die 2 vervangen door 1 weerstand. Maar de stroomsterkte moet gelijk blijven. Hoe groot is die weerstand? Ja, daar hebben we natuurlijk weer de wet van Ohm. De wet van Ohm, daar kan ik de weerstand mee berekenen, namelijk U gedeeld door I. De spanning over de weerstand is 6. Stroom een half, dus 6 gedeeld door half, betekent dus dat de vervangingsweerstand 12 ohm is. Dus in plaats van 2 weerstanden van 30 en 20 ohm, kan ik die vervangen door 1 weerstand van 12 ohm. De vervangingsweerstand. Hoe kun je nou die vervangingsweerstand normaal berekenen? Nou, het kan op twee manieren. Kijk, je kunt kijken naar de geleidbaarheid. De geleidbaarheid van 30 ohm is 1 gedeeld 30 is 0,033 etc. Siemens. En voor die 20 ohm is de geleidbaarheid 1 gedeeld 20 is 0,05 Siemens. En als je dat nu eens vergelijkt met de geleidbaarheid van die vervangingsweerstand, 1 gedeeld door 12, dan zie je dat de geleidbaarheid van die vervangingsweerstand de optelling is van de geleidbaarheid van die andere twee weerstanden. Dus er geldt heel eenvoudig, de geleidbaarheid van de vervangingsweerstand is de geleidbaarheid van de een plus de geleidbaarheid van de ander. Je kunt ook, en die heb je misschien voor in de onderbouw gehad, deze doen. Namelijk dat 1 gedeeld door de vervangingsweerstand is gelijk aan 1 gedeeld door de eerste weerstand plus 1 gedeeld door de tweede weerstand. Oké, eventjes samengevat, wat geldt bij een parallel geschakelde weerstand R1 en R2? Allereerst, de spanning over ieder weerstand is gelijk. Dus over R1 is gelijk aan R2. De stroomsterkte, die is niet gelijk. Die wordt verdeeld over beide weerstanden. Als beide weerstanden gelijk zijn, dan krijgen ze natuurlijk ieder de helft, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Voor de totale geleidbaarheid of de vervangingsgeleidbaarheid geldt dat de geleidbaarheid is die van één plus die van ander. Of als je naar de weerstand kijkt, dan geldt 1 gedeelde R. Vervanging is 1 gedeeld R1 plus 1 gedeeld R2. Twee weerstanden parallel gehad. We kijken naar twee weerstanden in serie. Wat gebeurt er dan met de stroomsterkte? Nou, de stroomsterkte die had eerst 1 zo'n weerstand en nu moet hij door 2 weerstanden. Dat betekent dus dat hij extra wordt tegengehouden. Oftewel, een slechtere doorstroming betekent dat de geleidbaarheid altijd afneemt bij een serieschakeling. Ja, we hadden parallelschakeling, werd die juist altijd groter. Bij serieschakeling wordt die altijd kleiner. Of als je naar de weerstand kijkt, de weerstand wordt bij een serieschakeling altijd groter. Weer de 20 en de 30 ohm, maar nu doen we ze in serie. En ik hou nog steeds 6 volt als batterij. Wel, er gaat een stroom lopen en je ziet in het plaatje al dat die stroomsterkte overal gelijk zal zijn. Ja, overal in serie is de stroomsterkte gelijk. En dat is dus I. I totaal kun je doen, maar I totaal is dus hetzelfde als I door de 20 is hetzelfde als I door de 30. Hoe groot is die stroomsterkte nu?
Wel, eerst eventjes die 20 ohm en 30 ohm, die twee samen, dat is eenvoudig, die zijn gewoon samen 50 ohm. Dus als je twee weerstanden hebt en je wilt de vervangingsweerstand daarvan hebben, is het gewoon deze bij elkaar mag optellen. Dat is wel handig, dat is wel makkelijk. Nu kan ik dus I berekenen, want ik weet nu de spanning en ik weet de weerstand. Dus de stroomsterkte is dan 6 gedeeld door 50 is 0,12 ampère. Ja, weer eventjes naar de twee weerstanden apart in serie. 0,12 ampère is de stroomsterkte en die stroomsterkte gaat dus door de 20 ohm en door de 30 ohm. Dat betekent dat ik nu de spanning voor iedere weerstand apart kan berekenen. Namelijk voor de 20 ohm wordt het 0,12 maal 20 is 2,4. En voor de 30 ohm, die kan ik berekenen, die is 0,12 maal 30. Maar je kon ook wel weten van ja, daar moet 3,6 uitkomen. Want samen opgeteld, ja, die 3,6 plus de 2,4 is die 6 volt. Ja, de spanning verdeelt zich over beide weerstanden. En bij die verdeling krijgt de grootste weerstand het grootste deel van de spanning. Nog eens een keer bekijken, maar we doen het nu een op een speciale manier. We beginnen ergens willekeurig in de stroomkring. Bijvoorbeeld hier. En dit startpunt gaan we de spanning tellen. Ik begin met de spanning van 0 en ik ga alles optellen wat ik tegenkom. Dus ik ga de stroomkring bij langs. Let op. Ja, kijk. Ik zit nu in een weerstand en een weerstand, daar staat spanning over. In dit geval ga ik van plus naar min. Als je van plus naar min gaat, normale stroomsterkte richting, dan moet de spanning bij worden opgeteld. Dus over deze weerstand staat 2,4 volt, oftewel die 2,4 volt, die tel ik erbij. Ik had 0, dus samen 2,4. We gaan verder. Zo, hey, daar is alweer een weerstand. Daar staat natuurlijk ook spanning over. En ook hier gaat het van plus naar min, dus er komt weer een spanning bij. En dat is hier 3,6. Dus bij de 2,4 doe ik de 3,6 en ik kom op 6. Ik ga verder. En hey, een batterij. Ja, een batterij heeft natuurlijk ook spanning over zich. Sterker nog, die leverspanning. En hier ga je van min naar plus. En dat betekent dus dat de spanning die je dan passeert, dat je die eraf moet halen. Ik had 6. En 6 eraf, ja, dan kom ik weer op 0. We gaan weer verder door het draadje en ik kom bij het beginpunt. En je ziet, ik ben met 0 gestart en ik eindig weer met 0. En dit, we hadden de stroomwet van Kirchhoff. En dit wordt genoemd de spanningswet van Kirchhoff. De spanningswet van Kirchhoff die zegt van, hey, als je een kringetje loopt, dan zul je altijd in totaal 0 volt aan spanning tegenkomen. Altijd 0 volt in spanning. Ja, let op hier. Dezelfde type notatie als met de stroomwet. Weer sommatieteken. En hier de spanning met een index. Ja, UI. Je kunt zeggen van dat is U1, U2 en U3. U1 is 2,4. U2 is 3,6. En U3 is dan min 6 volt. En samen is het altijd 0 volt. De spanningswet van Kirchhoff. Oké, parallel hebben ze net samengesteld. In serie doen we het ook nog eventjes. Wat geldt er bij twee weerstanden in serie? Nou, allereerst de spanning. Die is dus nu niet gelijk over iedere weerstand. Maar nu wordt de spanning verdeeld. En de stroomsterkte, die is nu gelijk voor beide weerstanden. Zie je het verschil tussen de... Ja, hier was de spanning gelijk en hier is de stroomsterkte gelijk. En hetzelfde met de stroomsterkte. Hier is de stroomsterkte wat hier verdeeld en hier wordt de spanning verdeeld. Voor
De vervangende weerstand is dat ik ze nu gewoon mag optellen. Bij de parallel mocht ik de glijdbaarheid gewoon optellen. En nu geldt voor de totale glijdbaarheid juist 1 gedeeld door gv is 1 gedeeld door g1 plus 1 gedeeld door g2. Je ziet, het is net andersom bij parallel en bij serie. Oké, in plaats van een weerstand kunnen we natuurlijk ook eens kijken naar een lampje. Een lampje, 6 volt, ja, we sluiten hem aan en hij gaat keurig branden. Niks mis mee. Nu 2 lampjes in serie. Ik hou dezelfde batterij, ik hou gewoon 6 volt. Wat zie je aan beide lampjes als ik nu de schakelaar dicht doe? Ja, bedenk even zelf van, hey, wat zou er nu gebeuren? Wat zie je? Oké, daar komt hij. Ja, beide lampjes gaan wel branden, maar minder fel. En ja, waarom? Ja, ze staan in serie. En in serie zal de spanning zich verdelen. En ik heb hier 2 dezelfde lampjes, dus ieder krijgt de helft van de spanning. Maar ik heb wel 2 lampjes in serie, dus wat gebeurt er met de weerstand? De weerstand die zal toenemen. En dus zal de stroomsterkte dalen. En daarom zal dus een lampje minder fel branden. Het voordeel is wel dat de batterij langer meegaat, want de batterij zal minder stroomsterkte leveren. Oké, nu 2 lampjes parallel. Ik hou dezelfde spanningsbron, nog steeds 6 volt. Wat gebeurt er nu als ik de schakelaar sluit? Ja, heb je het in je opgenomen? Let op, dit gebeurt er. Beide lampjes die gaan even fel branden en ze branden even fel alsof er 1 lampje zou branden. Want beide lampjes zijn parallel, dus beide lampjes krijgen de volledige 6 volt. En dat betekent dus dat door zo'n lampje gewoon de normale stroomsterkte zal gaan. En dat betekent dus dat de stroomsterkte zal stijgen. En dat klopt ook, want ze staan parallel, dus de totale weerstand neemt af. Ze zullen dus beiden even fel branden als die ene lamp, maar je krijgt dus nu wel dat de batterij sneller zal leegraken, want ja, hij moet meer leveren. Oké, we doen even 2 oefeningen tot slot. Eerste oefening is, ik heb hier 6 weerstanden en ik wil die 6 weerstanden vervangen door 1 vervangingsweerstand. Hoe groot moet die vervangingsweerstand zijn? Als tip, je moet beginnen met de parallelle weerstanden. Druk eerst even op pauze om het zelf uit te proberen en kijk daarna of je het goed had. Oké. We beginnen dus met de vervangingsweerstanden. Dat zijn dus de 300 en de 500 en de 400 en de 600. De 300 en 500 samen, die kun je berekenen met 1 gedeeld 300 plus 1 gedeeld 500 is een getal. En dat is 1 gedeeld door vervangingsweerstand, dus de vervangingsweerstand is 1 gedeeld door dat getal. Dus de 300 en de 500 kun je vervangen door 1 weerstand van 187,5 ohm. Dat is deze. Dus die 2 heb ik vervangen door 1. Dan kan ik ook met de 400 en de 600 doen. Die zijn samen 240 ohm. Dus die 2 weerstanden kan ik vervangen door 1 weerstand van 240 ohm. Nu heb ik 4 weerstanden mooi in serie staan. En weerstanden in serie mag ik gewoon optellen. Dus dat is alles bij elkaar opgeteld 577,5 ohm, maar significant 578 ohm. Let op, hè, je hebt daar 50 ohm, maar ik ben hier niet aan het vermenigvuldigen maar optellen. Dus het geldt met significantie dat je moet kijken naar het aantal cijfers achter de komma. En het minimaal aantal cijfers achter de komma is 0. Dus het eindantwoord ook met 0 cijfers achterkomen. Dus de 6 weerstanden kan ik vervangen door 1 weerstand van 578 ohm. Laatste. Ook hier weer 6 weerstanden. Ze staan gewoon
zo geschakeld, wat wordt de vervangingsweerstand? Druk even op pauze en kijk daarna verder. Oké. Dit is de parallelschakelingen. De 200 en 300 samen en de 500 en de 600 samen. Ik ga niet alles meer uitgebreid berekenen, maar ik geef meteen het resultaat. Dat is deze. Ja, je kunt ze vervangen door een 120 ohm en een 272 ohm. Ik heb nu hierboven twee weerstanden in serie, die zijn samen 220. En hieronder twee weerstanden in serie, die zijn samen 672. Dus die twee kan ik nemen. En dan krijg ik dus twee weerstanden die samen weer parallel staan. En dus kan ik die twee weer samen berekenen met een parallelschakeling. En tenslotte krijg ik dus dat de eindweerstand, de vervangingsweerstand, 166 ohm is. Zo, dat was het weer. We doen de lichten uit en we sluiten de presentatie. Tot ziens!